Welkom bij het tweede deel van deze Gamersnet Retrospective over de Total War franchise. In het vorige deel hebben we het onder andere gehad over Shogun, Rome Total War, Medieval en Empire. En we gaan nu verder waar we gebleven waren in deze Gamersnet Retrospective. Het vervolg op Empire Total War liet niet lang op zich wachten, want een jaar na die release in 2010 verscheen Napoleon Total War. Voor velen voelde deze game meer als een uitbreiding van Empire dan als een volledig nieuwe game. Met dezelfde basisbeginselen, maar met als grote verschil dat je de carrière van Napoleon Bonaparte volgt. Je zal zowel zijn begincarrière als de latere periode nabeleven met gevechten die zeer vergelijkbaar waren met Empire. Wel was er hard gewerkt aan de AI van de tegenstanders en laten kanonskorrels en andere vuurwapen realistische sporen na. De game werd wat minder positief ontvangen, omdat het voelde als een uitbreiding van Empire, niet zozeer als een nieuwe game. Het was inmiddels 10 jaar geleden dat Shogun Total War verscheen en dus werd het tijd voor een nieuwe versie van de game met Total War Shogun 2. De game verscheen in 2011 en was een huidige versie van de game die alles begon. Wederom bezoeken we het Japan, ditmaal in de 16e eeuw. En de wereld is niet meer gesloten en jij dient goed te zorgen voor je onderdanen en ze te beschermen van het grote gemene Westen. Je kunt ervoor kiezen om te handelen met het Westen wat je voordelen oplevert als buskruid, maar dit brengt het christelijke geloof naar je gebied. Veel meer dan voorheen die je na te denken over met wie je handel drijft en wanneer. Gelukkig kun je agenten inzetten om staten te verwarren en andere geloven te verspreiden. En daarnaast is het nog belangrijker dan ooit om goed na te denken welke krijgsheer je kiest, want alle hebben ze hun eigen speciale krachten en eenheden. Skill trees gaan daarbij dieper dan ooit en je dient je eenheden goed te trainen in hetgene waar je in wilt specialiseren. Het klimaat heeft in Shogun 2 een grotere rol, met mist die roet in het eten kan gooien en onweersbuien die het reizen over zee bemoeilijkt. De zeegevechten waren overigens een grote verbetering ten opzichte van Empire. Ze waren kleinschaliger en daardoor beter behapbaar voor de meeste spelers. Een terugkeer naar Shogun was voor veel gamers fijn en wij bij Gamersnet beloonden de game ook met een 9. Nadat Shogun een nieuwe versie had gekregen, was het tijd voor die andere fanfavoriet, Rome. In 2013 verscheen Total War Rome 2, de meest succesvolle Total War game tot nu toe. En dit gold overigens niet voor de release, want zelden wist de Creative Assembly zo'n buggy game af te leveren. Dit is nu natuurlijk allemaal weggepatcht. Naast dat Rome 2 de succesformule van de eerste Rome volgt, zijn er natuurlijk wel aanpassingen gedaan. De campagne start in het jaar 272 en duurt daarna 300 jaar. Beslissingen die je neemt zijn belangrijker en elke keuze die je maakt kan nog jaren een positief of negatief effect hebben. Daarnaast is het niet alleen maar meer geld dat zorgt voor je troepen. Je dient namelijk meer macht te verkrijgen om meer troepen te mogen inschakelen. En deze macht kun je bereiken, jawel met militaire macht, maar ook met handel, diplomatie en religie. Terug uit Shogun 2 is de mogelijkheid om vanaf het land te vechten tegen zeevaarders, zowel in rivieren als in de zee. Ook kun je havens real-time bezetten en is de AI van tegenstanders wederom verbeterd. En ook heeft elk karakter dat je bestuurt zijn eigen skill tree. Rome 2 werd niet zo goed ontvangen als zijn voorganger, mede dankzij de vele bugs bij launch. Toch blijft het een van de meest succesvolle games van de Creative Assembly. Van de georganiseerde legers van Rome gaan we naar de totale chaos van de hunnen. In 2015 verscheen Total War Attila, die je aan het roer liet staan van het meest barbaarse leger uit de geschiedenis. Het Romeinse Rijk is niet meer wat het geweest is en ze zijn opgesplitst in verschillende Romeinse facties. De hunnen ruiken bloed en zetten de aanval in. Daarbij zal de focus niet meer liggen op het opbouwen van een samenleving in verschillende veroverde steden. De hunnen waren nomaden en dus zijn de steden die je verovert vooral een bron van inkomsten. Je eigen legers slapen veel liever in tentenkampen die je kunt opzetten waar je maar wilt. De chaos regeert en het is beter om steden plat te branden, want dat vinden je legers prettiger en fijn. En dit zorgt voor een veel uitdagendere speelstijl, waarbij je vaak opgejaagd zou worden door een nog slimmere AI.
Daarbij zijn jouw tactieken veel directer en minder strategisch. De hunnen rennen gewoon op de tegenstanders af en beginnen te rammen. Een leuke verandering voor de franchise die wij bij Gamersnet belonen met een mooie 8. Het is natuurlijk zo dat elke Total War game min of meer hetzelfde stramien volgt, met nuanceverschillen per deel. Dit veranderde compleet in 2016, toen Total War Warhammer verscheen. Toen de samenwerking tussen de Creative Assembly en de Games Workshop werd aangekondigd, gingen veel wenkbrauwen omhoog. Hoe kun je de fantasy setting van Warhammer goed balanceren binnen strategische gevechten van Total War? Dat lukt met de eerste Warhammer, waar je kon kiezen uit de facties mensen, greenskins, dwarfs en vampire counts. Opeens dienden spelers rekening te houden met draken, vampieren en magie. Dit maakte de gevechten heel anders voor fans van de serie, waarbij sommigen zoals ik het fantastisch vonden en anderen het een jammerlijk vertrek van de realistische inslag van de franchise. Het verhaal in de game werd ook belangrijker, waarbij je als speler verschillende items kon vrijspelen die je later kon gebruiken in de game. Trollen en reuzen laten kleinere eenheden trillen van angst, al hebben de dwergen keiharde wapens tot hun beschikking om dit te bestrijden. Total War Warhammer was een bizar grote vernieuwing voor de franchise. En dit was volgens velen een hele goede keuze. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 3 Total War Warhammer games verschijnen, waarbij de 3 mappen ook nog eens worden samengevoegd tot 1 enorme game. Het tweede deel verscheen in 2017 en bracht een nieuwe kaart, een nieuw verhaal en 4 nieuwe eenheden, namelijk de Lizardmen, High Elves, Dark Elves en Skaven. Het verhaal draait om die Eye of the Vortex, een poort die open is gegaan waardoor de Chaos Invasion is begonnen. Afhankelijk van je factie dien je dit te stoppen of te gebruiken. Met de komst van nog meer speelbare facties is de chaos nog groter op het scherm. Als je beide games in bezit hebt, kun je ze koppelen en met alle facties tegen elkaar spelen. Het is wachten op het derde deel die alles samenbrengt, maar tot die tijd zijn mensen nog druk met Warhammer 1 en 2, waarbij laatstgenoemde ook goed werd ontvangen door pers en publiek. Vorig jaar, in 2018, verscheen Total War Saga Thrones of Britannia, een iets wat andere Total War game in de serie. In deze game wordt meer gefocust op een kleinere periode van de geschiedenis. Voor fans van vikingen is dit goed nieuws, want zij spelen een grote rol in de game. Daarnaast is er een grote focus op gevechten met schilden, want rond 878 na Christus was het volgens de ontwikkelaar de tijd van de schilden. De game speelt zich alleen af op de Britse eilanden, waar je naast de Vikings ook aan de slag kunt met de Walen, de Gaelic, de Wessex, de Schotten en de Mercia. Grofweg allemaal facties die nu gebieden hebben in het huidige Groot-Brittannië. Alle groepen vechten het uit om de nieuwe koning van het land te worden. Thrones of Britannia is een stuk korter dan andere Total War games, omdat het simpelweg dieper gefocust is op een kleinere periode in de tijd en een kleiner gebied bevat. De game kreeg dan ook gemixte recensies, waarbij sommige spelers het juist leuk vonden om een kleinere game te spelen en andere spelers de grote schaal van de eerdere delen misten. We zijn rond in deze 2 delen. Met het volledige geschiedenis van Total War. Deze week is Total War 3 Kingdoms verschenen en wij hebben bij Gamersnet natuurlijk de review voor jullie klaarstaan. En daarnaast geven we werkelijk de epische Collector's Edition van de game weg. Klik dus gerust door via de link in de beschrijving om kans te maken. En bedankt voor het kijken naar deze Gamersnet Retrospective en tot snel op gamersnet.nl.